Staat hier een trotse captain tegenover mij? Nou, vooral blij. We hebben gewoon heel zakelijk 3-0 gewonnen. Van tevoren zou het toch wel echt een pittige ontmoeting worden. Uit tegen Uruguay. Toch wel wat op Greffel weer, van Harco naar Greffel. Goede tegenstanders. En dan blijkt dat hun beste speler niet meespeelt, zoals single als dubbel. En hun beste dubbelaar qua ranking. Ja, en dan wordt het ineens wel een hele andere van, nou, dit kan wel eens heel spannend worden, naar huizenhoog favoriet zijn. En dan is het mooi dat Botek in die eerste wedstrijd gewoon met de vertrouwen speelt meteen, waar hij ook geëindigd is in New York. En de 1-0 op bord zet en daarmee tellen toch ook het goede voorbeeld geeft van laten we dat doortrekken. En dat wordt dan gedaan en vandaag wordt die klus heel professioneel geklaard door Wesley en Matt. Dus een hele duidelijke overwinning en heel terecht. Als we kijken naar Botik, dat is iemand die de vorige keer ten onder ging in de Davis Cup toen hij een duel mocht spelen. Van dit weekend doet hij dat een stuk beter. Waar zit zijn groei, denk je, sinds die vorige ontmoeting destijds in Madrid? Nou, vooral twee jaren meer ervaring met wedstrijden spelen op dit niveau. Ik denk dat hij afgelopen twee jaar dusdanig ook qua ranking en toernooien en tegenstanders die hij heeft gespeeld in de afgelopen twee jaar, dat daar gewoon genoeg hem dusdanig veel vertrouwen heeft gegeven. Dat hij ook rustiger is op het moment dat het er dan wedstrijden zoals dit aankomen. Hoe kijk je naar hem als leider van dit team? Het is de nieuwe kopman, zo'n leiderschap dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Maar hoe zie je dat in de toekomst voor je? Ik heb niet meteen Botik als de leider gezien. Tellen en Botik waren tot drie weken geleden zo'n beetje gelijk qua ranking. Tellen was zelfs een klein beetje voor. En Botik daar vlak achter. En natuurlijk heeft hij nu door de US Open ineens zo'n sprong gemaakt. En de top 100 ingegaan. En meteen zo ver die top 100 in dat hij echt wel een stukje voor ligt. Maar niet doordat hij nou ineens in die drie weken dat hij nou ineens de grote leider is. Dus nou, dat is iets wat moet gaan groeien. Maar hopelijk dat Tellen snel ook die top 100 ingaat. En eigenlijk bood ik achterna dat je gewoon twee kopmannen in het team hebt. Want dat is eigenlijk wel lekker dat je op twee jongens kan, op twee jongens kan buigen. Die staan voor je. En Robin is altijd de enige kopman geweest eigenlijk. En dan heeft Timo daar hem regelmatig aangevuld. En nou, het zou mooi zijn als deze twee jongens eigenlijk twee Robins worden. En dat is wat je natuurlijk op hoopt in een Davis Cup. Wat prettig is voor het Nederlands tennis, deze nieuwe impuls, dit nieuwe elan, waar we toch duidelijk mee te maken hebben. Nee, absoluut heel prettig. Heel prettig. Kijk, Rob heeft vandaag dan het record gebroken. Maar dat geeft ook aan dat hij al heel lang meegaat. En dat hij... dan is het mooi als er twee nieuwe jongens aankomen. Die dat eigenlijk, die transitie, meteen overnemen van hem. Waardoor je niet eerst met een lange leegte komt. Dus dat is heel prettig. En deze jongens hebben gewoon de komende jaren echt nog veel te bieden voor zichzelf en het Nederlands tennis. Het was het weekend van primeurs, de eerste zege voor Botik, eerst voor Tellen en ja, ook voor Wesley. Ja, absoluut. Wesley heeft natuurlijk de laatste jaren het Nederlandse dubbel gedomineerd, zeg maar, qua resultaten. En dan mooi dat hij vandaag zijn eerste overwinning boekt in Madrid en in Kazachstan. Soms wel opgesteld, soms niet. Maar ook pittige tegenstanders. En het net niet gered. En dan is het lekker gewoon om die eerste onder je in je riem te krijgen. En bam, in je broekzak kunnen stoppen. En dat smaakt, denk ik, voor ons. Maar ook voor hem zeker naar meer. Tot slot je conclusie na deze week. De wedstrijd is al eventjes geleden. Dus de echte emotie is eruit. Maar wat is je conclusie na deze toch sterke weekend? Nou, dat wij vooral dat gedaan hebben wat van ons verwacht werd. Wij hebben geen steken laten vallen tegen een tegenstander die ook opgerold moest worden zoals we dat gedaan hebben. En dus zetten we een goede stap nu naar Madrid. Dat betekent nog één ronde spelen, hè? Dat is begin volgend jaar. Dat is eind februari, laatste week februari. Loting moet gedaan worden pas nadat Madrid dit jaar gespeeld is. En dan krijg je wat teams uit die groep.
En dat wordt bij elkaar gedaan en dan ja, afhankelijk. Maar we hopen op, vooral een keer op een thuiswedstrijd. Volgens mij is dat de laatste 5 jaar 1 keer geweest. Dus ja, dat zou mooi zijn. En ja, dat is het doel van dit team. Die jongens willen gewoon in Madrid erbij zijn. Als tennisser wil je erbij zijn, als tennisland wil je erbij zijn. Dus het mooie dat ze zichzelf de kans hebben gegeven door de overwinning in dit weekend om daarvoor te gaan strijden. Eén ding vind ik wel gek, vind ik wel verrassend. Je haar is nog droog, Paul, ondanks de champagne die net werd opengerukt. Ja, ik ging gelukkig eventjes een beetje aan de kant. Ik denk ze zijn vooral op zichzelf gefocust. Ook ervaring is dat, hè? Dat ze gewoon uiteindelijk toch een paar jaar ervaring opdoen.